Er kan een moment komen in je werk of privéleven dat je de verbinding met jezelf niet meer voelt. Dat er veel innerlijke onrust is. En die innerlijke onrust die komt je eigenlijk iets vertellen. Namelijk dat er een conflict is. Een conflict in jezelf met hoe jij bent en hoe je doet in het dagelijks leven. En hoe het eigenlijk bedoeld is. In mijn coachingstudio neem ik je graag mee naar dit zelfonderzoek. Als je zo vastloopt of je voelt je gewoon heel veel onrustig en vooral veel in je hoofd, dan is het een uitnodiging om dieper in jezelf te kijken. Ik heb dit zelf ook doorleefd en ik heb geleerd om naar binnen te gaan. Daar waar we eigenlijk altijd alle geluk en erkenning en bevestiging buiten onszelf zoeken, is alles al in jezelf aanwezig. Alles wat je nodig hebt is er al. Maar meestal hebben we er geen verbinding meer mee. Als je dit herkent in je werk of privé, of je zit in een grote verandering en je voelt dat er een soort innerlijke revolutie gaande is, aan de buitenkant is niets te zien, maar van binnen ben je niet meer dezelfde, dan ben je heel erg welkom in mijn studio in Eilst. En ik breng je graag naar die rust in jezelf.